Ik ga trouwen! En hij vroeg of ik met hem wilde trouwen. Ga je ook mee trouwen? Ja! Toen kwam hij dus naar boven en toen zei hij: ja, maar Tess, wil je nu met me trouwen? Hallo allemaal, het is vandaag maandag. Het is tijd voor een nieuwe vlog. Wat als vlog? Het wordt deze week een video, een extra video. Voor mij natuurlijk heel erg nieuw om zo'n soort van video op te nemen. De reden waarom ik dat doe is omdat afgelopen eerste kerstdag ten huwelijk ben gevraagd. Ik ga trouwen! Echt zo bizar gewoon. Waarom ik dus deze extra video maak is omdat tijdens het moment, toen hebben we niet gefilmd. Ik heb wel een paar foto's van die dag, dus die zal ik ook even laten zien en even in laten bliepen. Omdat ik dus weinig beeld, of tenminste weinig, geen beeldmateriaal heb van die dag, doe ik dus een soort van, nou ja, ik noem het dus een extra video. Maar mijn idee is om dan de ene week een weekvlog te doen, zodat jullie een kijkje krijgen in mijn leven. Alles achter de schermen bij Your Wishes op kantoor, maar ook mijn leven als moeder, zeg maar. Dus de combinatie van moeder zijn en het ondernemerschap. En de andere week wil ik jullie eigenlijk gewoon een soort thematische video laten zien. En vandaag is dat dus het huwelijksaanzoek. Het was kerst. Afgelopen jaar, dus kerst 2018. Dat was eigenlijk net de week dat ik niet heb gevlogd. Kerstavond waren we bij mijn ouders thuis en hebben we heel erg lekker gegeten. En nou ja, gewoon een heel fijn samen zijn. De volgende dag hadden we voor het eerst dit jaar niks te doen. Althans, niks op de planning. Omdat we normaal altijd bij Koen zijn ouders eerste kerstdag vieren. En dat werd dit jaar verschoven naar derde kerstdag. En Koen had me, ik denk een week of 3-4 geleden al gevraagd van: joh Tess, zullen we anders op de eerste kerstdag lekker gaan wandelen in het bos? Nou, dus ik hou ervan. Super gezellig. Dus ik had ook meteen gezegd: oh ja, leuk idee. En dan doen we 's avonds nog een paar cadeautjes voor de kinderen. Nou, helemaal leuk. Ik vond het wel een beetje gek dat Koen het voor het eerst plande. Want die plant ook nooit zoveel, net als ik. Dus dat vond ik wel een beetje gek. Maar ja, daar verder eigenlijk niet echt bij stilgestaan of over nagedacht. Dus we werden wakker en hij vertelde wel iets. Nou, dat hij niet zo lekker had geslapen. Dus ik vertelde nog: oh nou, ik heb op zich best wel goed geslapen. Behalve Noe natuurlijk, die er een paar keer per nacht uitkomt. Maar voor de rest prima geslapen. We hadden lekker ontbeten bij mijn ouders. We wilden naar het bos gaan en toen zei mijn moeder van: oh Tess, wil je nog even mijn nagels doen? Want ik wil graag even mooie nagels voor kerst. En toen zag ik Koen al zo kijken van: ja, moet dat nu? Ik zeg: ja, maar ja, mijn moeder wil graag de nagels. Dus nou ja, waarom niet? Is toch geen probleem? Nou, toen zijn we dus naar het bos gereden. Toen kwamen we in het bos aan. Het is inmiddels, weet ik, 1:30, 1 uur of zo. 1 uur, denk ik. En het favoriete tentje waar we dan vaker gaan lunchen, die was dus dicht. Die was gesloten vanwege kerst. Dus wij natuurlijk balen. Dus ik zei al tegen Koen: oh, laten we anders terugrijden. Dan rijden we gewoon naar het bos in, richting België, waar we ook wel vaker naartoe gaan. Maar ja, dat was natuurlijk weer 20 minuten rijden. En Koen was gooide best wel een beetje zijn kont in de krip, om het zomaar te zeggen. Want normaal ziet het eigenlijk 9 van de 10 keer toch wel met me eens. Toen zei hij echt zo van: ja, laten we gewoon hier een tentje zoeken. En laten we niet te moeilijk doen. En oké, prima. Wij een beetje rondje gereden. Kwamen we uiteindelijk een ander tentje tegen ergens in de bossen. Toen kwam het punt dat hij liever eerst wilde wandelen. En ik liever eerst wilde lunchen. Want het was inmiddels 1 uur. Noe had net even geslapen. Dus ja, die was heel gezellig, zeg maar. Weet je wat mama aan het vertellen is? Mama zit net in het verhaal. Mama is net aan het vertellen over dat papa en mama gaan trouwen. Ik ga ook aan. Daar ga je ook mee trouwen. Ja. Ze vond hem ook heel mooi, hè? Ja. Oh ja, goed zo. Oké, dus dat was een beetje, ja, dat ik een beetje mijn zin doordrukte van: oh, ik wil liever nu gaan. Dus omdat ik gewoon denk dat dat voor de kinderen beter is. En uiteindelijk, ja, was hij het er eigenlijk helemaal mee eens. Maar ik snap nu ook heel goed dat hij natuurlijk eerst liever wilde gaan wandelen. Zodat hij het verlossende woord had uitgesproken. En dat we daarna lekker even hadden kunnen proosten op onze verloving. Wij in die lunchtent, wij lekker een broodje besteld en gegeten. En nou ja, Koen is op zich best wel een grote eter. Die had lekker een biertje erbij. Hij at niet zoveel. Hij bestelde ook echt iets kleins. Iets anders dan wat hij normaal zou bestellen. Iets van een kleine kindertosti of zo. Echt een beetje gek. Had een speciaal biertje besteld. Dronk 1 slok van dat bier. 1 slok. Dat ik echt dacht: Dus ik zei ook: hè, vind je niet lekker? En, maar Koen, echt, ik ken hem natuurlijk al, hoe lang ken ik Koen? Ik ken hem 8 jaar. We hebben 7 jaar een relatie. En ik ken hem natuurlijk best wel goed. En ik weet ook dat als hij zijn biertje niet opdrinkt, dan is er echt iets aan de hand. Maar op dat moment
Ja, weet je, toen merkte ik eigenlijk achteraf gezien van, oh, hij was zenuwachtig. Want Koen drinkt altijd zijn biertje op, echt altijd. Dus ik zei ook van, joh, je hebt heel erg weinig gegeten. En ja, ik ben echt niet zo lekker. En ja, biertje smaakte ook niet. Maar goed, laten we lekker even gaan wandelen in de buitenlucht. Hij keek gewoon echt heel veel om zich heen. Dat ik echt dacht, ben je naar iemand op zoek? Maar ja... Dat is allemaal achteraf dat je dat soort dingen gaat denken. Oh ja, dat was natuurlijk omdat hij natuurlijk even een moment met z'n vieren wilde. Toen waren we dus lekker aan het wandelen. Op een gegeven moment ging Koen een stukje... dat doen ze wel vaker, zeg maar, samen met Luna. Luna was op de fiets en dan gingen ze samen rennen. Dus ze gingen een beetje een stuk vooruit liepen ze eigenlijk samen, Luna en Koen. Op een gegeven moment kwam ik ze eigenlijk inhalen. En toen haalde Luna uit haar fietsmandje... haalde ze een doosje, een cadeautje, zei ze. Dus ze zei, kijk eens mama, papa heeft nog een kerstcadeautje voor jou. En op dat moment komt Koen naar me toe lopen. Die komt tegen me aanstaan en ik voelde echt zijn hart kloppen. Dus toen dacht ik echt, wow, oh nee, is dit echt het moment? Ik dacht echt, ja, toen pas had ik door wat er ging gebeuren. Dus hij, zijn hart klopte heel erg en ik kreeg tranen in zijn ogen. En hij hield echt een super mooi verhaal over de ups en downs die we hebben gehad de afgelopen jaren. En dat we zo gelukkig samen voor hem zijn. En dat dit eigenlijk nog van het laatste puzzelstukje om alles gewoon, de hele puzzel in elkaar te laten vallen van ons geluk samen. Dus het was gewoon echt een super mooie speech. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het is er echt hier ingaan en daar eruit. Ik was alleen maar hyper van, wow, wat gaat er nu gebeuren? En ondertussen stond Luna ook maar zo te kijken van, oh, wat gaat hier gebeuren? Die keek echt zo omhoog. En Noe zat lekker rustig te wachten in de kinderwagen te kijken. En toen kwam natuurlijk het moment. Maar het was best wel regenachtig geweest die nacht. Dus we liepen ook best wel een beetje in de blubber, zeg maar, in het bos. En op dat moment eigenlijk, nadat hij zijn speech had gehouden, toen kwam Luna, gaf Koen dus het doosje. En toen ging hij op zijn knieën, toen ging hij in de blubber, ging hij op zijn knieën. Hij maakte het doosje open en hij vroeg of ik met hem wilde trouwen. Op dat moment kon ik alleen maar zeggen van, ik stond alleen maar zo naar beneden te kijken en ik had zijn gezicht in mijn handen. En ik zei alleen maar, oh, weet je het zeker, wil je dit echt, weet je het zeker en ik hou van je, ik hou van je, ik hou van je. En op een gegeven moment kwam hij dus naar boven en toen zei hij, ja maar Tess, wil je nu met me trouwen? Dus toen zei ik natuurlijk meteen, ja tuurlijk. Volgens mij zei ik, ja tuurlijk wil ik dat. En toen kwamen er bij mij natuurlijk ook wat traantjes. Ik heb niet zo heel snel dat ik emotioneel word. Maar op het moment nadat ik het had uitgesproken, was ik dat wel een beetje. Toen kwam Luna erbij en een knuffel en Noe erbij. En toen hebben we met z'n vier een hele grote knuffel gekregen. En het eerste wat Luna zei is, mama, mag ik dan ook met jullie meetrouwen? Ik zeg, tuurlijk mag jij met ons meetrouwen. Of ze het echt doorheeft, weet ik niet. Maar ik vond het in ieder geval een heel erg mooi moment. Ik vond het heel erg fijn dat we echt met z'n vieren waren. En we doen dit met z'n vieren. We gaan trouwen met z'n vieren. Zoals Luna dat ze heel mooi zei. En zo zien wij het ook echt. En we hebben natuurlijk nog niet heel erg veel plannen. Maar als er een huwelijksreis komt, die doen we met z'n vieren. Die gaan we niet met z'n tweeën doen. Wat dus ook wel heel erg mooi was, is dat ik in oktober samen met mijn moeder op vakantie ben geweest naar Curaçao. En toen hebben mijn vader en Koen heel erg intensief natuurlijk voor de meisjes gezorgd. En toen hebben ze ook een aantal avonden hele goede gesprekken gehad. En dat heeft Koen ook wel verteld tegen mij. Maar op een van die avonden heeft hij dus ook mijn vader om mijn hand gevraagd. Vind ik echt heel bijzonder dat hij dat heeft gedaan. En ik heb gewoon helemaal niks, maar dan ook echt niks aan hem gemerkt de afgelopen maanden. Want hij weet natuurlijk al 3 maanden. En ja, dat had ik zo niet verwacht. Ik had echt wel verwacht, als dat ooit zou gebeuren, dat hij iets zou zeggen of iets zou laten merken, waardoor ik misschien een heel klein beetje iets door zou hebben. En de avond voor het aanzoek, tijdens het cadeautje uitpakken, was ik volgens mij even iemand, volgens mij Luna naar bed brengen. Of nou, ik weet niet meer precies het moment. Maar dat heeft Koen dus pas later verteld. Dat hij toen ook heeft verteld tegen Robin, mijn oudste broer en mijn schoonzusje Floor. Maar waar jullie denk ik allemaal heel erg benieuwd naar zijn, is de ring. Dus die ga ik jullie eerst even laten zien. Dit is hem. En hij is dus van geel goud. Wat ik dus heel mooi vind, is dat hij heel dun afloopt. Dus hij is van geel goud met een echt diamant. En dan loopt hij echt zo van dik naar dun. Hij is heel subtiel. Dat is echt precies waar ik van hou. Als ik hem zelf had kunnen uitkiezen, had ik zeker deze gekozen. Dus het is echt schot in de roos. En hij zat dus in dit doosje. Dus hij is van dit merk. Diamond.
Hier zat hij dus in. Maar het was dus echt perfect, want hij ging op zijn knieën. En hij deed ook echt naar mij zo, zeg maar. Oh ja, wat ook nog wel leuk is om te vertellen. Ik zal hier trouwens eerst even de foto's erin bliepen van de boswandeling, zeg maar. Wanneer we... we wilden een herinnering en we hadden natuurlijk niks gefilmd of zo. Dus toen hebben we aan mensen die later voorbij kwamen lopen gewoon gevraagd of ze een foto wilden maken voor ons vieren. Dus dat is deze foto. En wat ook wel heel erg leuk is, is dat ik vlak voor het moment dat we ook aan het wandelen waren in het bos, wilde ik even een mooie foto maken van Koen. En toen was hij dus echt super zenuwachtig, want die foto is denk ik een minuut voor het aanzoek zeg maar gemaakt. Dus die zet ik hier even neer. Koen en ik zijn best wel impulsief. En het liefst schreeuwen we dit geluk een soort van de daken en willen we het met iedereen delen. Dus diezelfde avond hebben we het eigenlijk meteen tegen de familie verteld. Dus we hebben een hele grappige foto gemaakt. Die komt nu even in beeld. Ik had gestuurd, volgens mij had ik hem gestuurd met I say yes. Ja, iets in die trant en dan die foto erbij. Dus dat was voor ons heel erg de manier. We hebben het denk ik 2-3 dagen later hebben we tegen vrienden verteld. En uiteindelijk hebben we hem natuurlijk ook op Instagram gezet. En Koen en ik hebben nog niet heel veel bedacht. We zijn ook, omdat we het natuurlijk zo druk hadden. Maar het enige wat we wel weten is dat we heel graag in Spanje willen gaan trouwen. Dat vergt natuurlijk best wel de nodige organisatie. Dus vandaar ook dat we... misschien wel wat hulp kunnen gebruiken. Wie we kunnen gebruiken en wat we allemaal nodig hebben. En ja, daar heb ik me eigenlijk nog niet echt in verdiept. Dus alle tips daarin zijn welkom. En wat ook wel leuk is, is dat ik van mijn collegaatje een kaartje heb gehad. Super lief. Maar daar zat dit bij. Echt super leuk. De T van Tessa en de C van Koen. Sterretjes die we kunnen aansteken. Ik ga ze aansteken op de dag zelf. Wanneer die is, nog geen flauw idee. Lieve collega, heel erg bedankt. Echt, 2019 wordt ons jaar. Of we dan gaan trouwen, dat weet ik nog niet. Het zou zomaar ook dus iets later kunnen zijn, omdat we gewoon natuurlijk heel veel moeten regelen, omdat we graag in het buitenland willen trouwen. Gezien wij nog niet heel veel tijd hebben gehad om ons erin te verdiepen, dat mocht jij nou getrouwd zijn, mocht je ook verloofd zijn en ideeën hebben of weetjes of boeken die ik moet lezen of echt de tip hebben, ergens in Spanje, een toffe locatie. Weet je, alle tips zijn welkom. Ik heb me echt nog zo niet verdiept, dus ook trouwjurk, ik heb echt nog geen idee. Nou ja, mochten jullie ook vragen hebben, stel ze ook even onder in de comments. Alle tips, please, help me out. Dan ga ik er maar deze afsluiten. Dus ik hoop dat jullie dit soort praatvideo's ook leuk vinden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Want het is natuurlijk een heel soort andere video als een vlog. Volgende week uiteraard wel weer een gewone weekvlog. En daarin gaan jullie zien dat mijn dochter Luna 3 jaar wordt. Dus neem ik jullie mee op haar feestje. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat het dan vooral even weten. En ik hoop jullie volgende week weer te zien bij mijn weekvlog. Dankjewel voor het kijken. Bye. Oh ja, Noe had dus... ik moet even nadenken, Janne, want ik ben ondertussen weer gaan stofzuigen tussendoor.